Oftewel, Wendy en de Bengals. En wat hebben we voor groot nieuws? We hebben de sleutel van de sleutel. We hebben de sleutel! Jullie zullen je al afvragen, wat te doen die dozen hier? Waarom wordt de la uitgepakt? Nou, lieve mensen, hier staan al dozen, want we gaan... verhuizen! Ja! We gaan lekker naar een nieuw huis. Een huis waar de kinderen allebei hun eigen kamer krijgen en een klein tuintje. Dus we zijn al druk bezig om alles te doen. En dit is onze hele mooie verhuiskaart die we hebben gemaakt. Ja. Yeah. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag is de grote dag. We krijgen de sleutel. Yay. We gaan eerst even Lars en Daphne naar school brengen. Ja. Al denk je, hey, Daphne heeft geen tas mee. Dat klopt, want Daphne gaat iets later naar school vandaag. Ja. We hebben nog even een afspraak bij de jeugdarts. Ja, en ik ga ook nog turnen. En Daphne gaat nog turnen vandaag. Ja, en we gaan allemaal heel leuke dingetjes doen. Ja, ja, want het is de laatste keer van turnen. Ja. Dus Daphne die mocht ook even mee. En dan hebben we vanmiddag de sleutel. Yay! Klus is begonnen. Ik sta nu in mijn slaapkamer, wat straks mijn slaapkamer gaat worden. Klinkt lekker hol. Ik ben al even begonnen, want er ligt een hele mooie vloer op. Om alle dekzeilen neer te doen. Dat gaan we dus druk mee bezig. En dan gaan we morgen echt los. Dus vandaag even een beetje voorbereiden. Wat zit daar nou achter? Trek eens omhoog. Lars is druk bezig, jongens, om zijn eigen behang op zijn eigen slaapkamer eraf te halen. Kijk dan hoe makkelijk dat gaat. Wat een topper. Lars, wat vind je ervan? Wat vind je ervan, Lars? Superleuk. Ja, Lars is goed bezig, dus dit gaat lekker snel zo. Hatsie. Goeie hulp. Dag 2, dat ik de sleutel heb. De hele vloer heb ik vol met plastic gelegd, zodat de vloer namelijk niet beschadigd en niet vies wordt. We hebben hier in de woonkamer bijna alle muren die wit zijn ook weer wit geverfd. De keuken is helemaal schoongemaakt. Dus het begin in de woonkamer is er. En dan gaan we nog even boven laten zien. Want nou, daar is natuurlijk ook van alles gebeurd. Daar staan we natuurlijk ook niet stil. Ook hierboven allemaal plastic op de grond, zodat in ieder geval de vloer goed blijft. Bij Daphne, dit is Daphne's slaapkamer zometeen, heb ik het raam helemaal schoongemaakt. Geschuurd, daarna weer goed schoongemaakt. Dus die is nu helemaal klaar om geverfd te worden. Dan gaan we naar de kamer waar ik straks kom te slapen. We hebben al het verf opgehaald. Die kleur. Dat wordt een mooie klus. Ik ben zelf niet zo van groen. Andere mensen kunnen het natuurlijk heel mooi vinden. Maar het is niet mijn kleur. Dus deze gaat eraf. Ook hier heb ik de kozijnen weer helemaal voorbereid. Dus daar ga ik morgen ook mee aan de slag. En dan heb ik Lars een kamer en daar ben ik al begonnen. Kozijnen zijn gedaan. En ik heb al wat rood geverfd. Moet nog even een paar keer, want rood dekt niet zo goed. En het ziet er misschien nu heel slordig uit, maar mensen, ik plak het af. Ik ben geen pro met schilderen, dus ik plak alles af. Ja, sorry voor de mensen die daar niet tegen kunnen. Ik ben al lang blij dat ik het kan. De nog groene muur. Dag 4, dat ik de sleutel heb. Er is heel veel veranderd. Ik sta nu in mijn slaapkamer. Deze wand... is wit, blijft wit. Maar zoals jullie weten had ik de andere kant een groene kleur. Die is veranderd in paars. Ik ben heel erg van de paars, dus die is nu aangepast. De slaapkamers van de kinderen zijn niet veranderd. Die worden morgen behangen, dus dat eindresultaat laat ik jullie morgen zien. Lars' kamer is helemaal klaar. Gordijnen moeten nog even opgehangen worden. Behang, geverfd. Lekker de vloer, schoon,
Dus het is de eerste kamer die nu klaar is. Dag 6. Binnen wordt heel veel gedaan. Dat zal ik straks even laten zien. Ik ben buiten even het gras een beetje aan het bijzaaien. Je zou denken, roe. Maar ik vond het eigenlijk wel even nodig. En aangezien er een regenwolkje aankomt, leek me wel even handig. Bij deze is ook heel wat werk verzet. Zoals jullie weten had ik een groene muur. En nu is die grijs. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. Ik vind hem heel mooi. De kozijnen moeten nog even een keer geverfd worden. Dus dan is het hier ook bijna klaar. Hey, goedemorgen. Het is weer ochtend, de volgende dag. We hebben nu precies 1 week heb ik de sleutel. En eigenlijk is het bijna helemaal af. Het is echt wel een pittige kluif. Vandaag komt op deze plek mijn bank. Ik heb al een paar mooie plantjes. De enige wat nog even geverfd moet worden is een kozijn in de keuken, maar dat komt vandaag ook in orde. Wat vinden jullie van mijn muur? Een beetje, ja, wat is het? Olifantengrijsachtig noem ik het maar. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. De vloer staat er ook wel heel erg mooi bij. Dus vandaag gaan we nog even knallen en dan ga ik zaterdag over. Nu nog leeg. Straks staat er een kast. Dat gaan we straks doen. De slaapkamers zijn in principe eigenlijk allemaal klaar. Dus het einde is in zicht. Ik moet echt heel eerlijk zeggen, mensen. Ik vond het best een pittige verhuizing. Nou, eigenlijk moet ik hem nog verder doen. Maar puur alleen al dat je gaat verhuizen, vind ik al zwaar. Slaapkamer van Daphne. Mooie roze gordijntjes. Ik heb een hele mooie lamp. Dus ja, het gaat nu echt beginnen. Het is af en toe wel onwerkelijk. Zenuwslopend, dat ook soms. En vooral vermoeiend. Ik ben heel erg moe, maar dat geeft niet. Knallen nog even lekker door. Groot nieuws! Mijn bank is er! Ik heb gelijk ook even de gordijntjes opgehangen. Het wordt nu echt huiselijk. Yay! Zoals jullie achter mij zien, staat er een kledingkast in mijn slaapkamer. Deze stond nog in eerste instantie in het huis waar ik eerder heb gewoond. Deze kon ik helaas niet meenemen naar het nieuwe huis destijds. En toen hebben we afgesproken dat als ik een groter huis krijg, dat ik hem dan meeneem. En nou staat hij er. Het was even een flink zwoegwerk. Hij is flink groot, lomp en het was even lastig om hem uit elkaar te krijgen. Maar gelukkig had ik hele goede hulp en ik ben er blij mee, dus we kunnen inpakken. Dankjewel alvast jongens voor het helpen. En ook het inpakken in mijn oude huis gaat door. Er staan al dozen, er staan al heel wat spullen naar het nieuwe huis. Nu ben ik vooral bezig om de keuken leeg te maken. Bijna alle keukenkastjes zijn leeg, de koelkast is al leeg. Dus het schiet mooi op nu. Laatste nachtje in het huis. Even nog lekker gedoucht. Voor het laatst in dit huis. De boel staat klaar, staat vol. Alle kasten zijn leeg. Dus ja, kom maar op met die verhuizing. Ik ben er klaar voor. Goedemorgen, het is 8 uur. De grote verhuisdag gaat van start. Hier heb ik allerlei spullen staan. Ik zal je laten zien dat ik ook in onze centrale hal nog wat heb staan. Dit is mijn centrale hal, samen met de buurvrouw. Daar heb ik ook allerlei spullen al staan. Mijn kelderkast moet nog leeg. Maar dat wil ik jullie even niet onthouden. Kijk eens wat er aan mijn voordeur hangt. Mandy en haar bengels. Die gaan we gelijk maar even uitpakken. Helemaal een pakketje. Wendy en haar bengels. Kan maar van 1 iemand zijn. Hele mooie kaart. Met een flinke lap tekst. Liefs, Mo en de buuf. Dankjewel, lieve buuf. Wij gaan jou ook heel erg missen. Alles staat op plek. Bijna alles is ingeruimd. Er komen nog meubels, maar die zijn er nu nog niet. Die komen pas ergens in augustus.
Ik ben al heel blij dat alles in één dag is gelukt. Vandaag de eerste nacht ook in het huis. Ik zit even lekker op de bank een kopje thee te drinken. Nog even rustig televisie te kijken. En dan ga ik ook slapen. Daphne en Lars die liggen al heerlijk in hun bedje te slapen. Iedereen die geholpen heeft op wat voor manier dan ook. Bij de verhuizing, voor de verhuizing, in het huis. Duizendmaal dank. Ik ben jullie heel erg dankbaar. En ik ben alleen maar blij. Even bij de kinderen kijken. Lars ligt heerlijk te slapen. Even kijken. Oh, kijk dan. Die ligt ook prins heerlijk te slapen. In de echte unicornkamer. Als je heel goed kijkt. Glitterbaan. Goedemorgen. We hebben de eerste nacht hier gehad. Ik moest even wennen. Maar ik moet eigenlijk altijd de eerste nacht als ik ergens slaap een beetje wennen. Dan heb je toch andere geluiden. Andere tikjes. Het is toch gek. Uiteindelijk heb ik toch wel redelijk geslapen. Dus ik ga ervan uit dat het helemaal goed komt voor de volgende nacht. Ik ben nog even bezig de cd's en de dvd's aan het doen. Kinderen hebben heel goed geslapen. We hebben lekker ontbeten aan de keukentafel. En toen stonden we in een super leeg huis. Wat vinden jullie nou vandaag met ervan? Ja, jammer. Dat is wel gek, hè? Ja. Maar wat kunnen jullie wel? Laat het zien dan. Waar komt het eerst op? Doe de rat, zeg maar. Eerst de rat, zeg maar. Ik ga open. Yeah. Hey Lars. Oh. En nu moet ik aan de vier. Goed zo. Nou, en als we dan nog eventjes naar de slaapkamers lopen. Dit was mijn oude slaapkamer. En die is ook helemaal leeg. En hier kan ik het ook. Gaan we nu naar Daphne en Lars' oude kamer. Maar wat is dit? De bedden staan er nog. Want die gaan we? Ja, die worden hopelijk snel opgehaald. Wij gaan nu voor de allerlaatste keer een handstand tegen de muur aan doen in het steegje. 3, 2, 1. En terug. Ik ben druk bezig bij de bijkeuken aan het netjes maken. Ik heb hier een kast. Daar heb ik dus nu even de winterkleren in. Of de winterjassen. En de laarzen. En dan heb ik hier een hele grote kast. En daar ga ik schoenen in doen. En dan kom ik bij schoenen. Sommige mensen weten het misschien. Op een schooldag ben ik pleindienst bij Lars en Daphne op school. Op de kleuterplein, dus van de kindjes van groep 1 en 2. Dit is omdat wij een continu rooster hebben. De kinderen tot 2 uur naar school gaan. En dan kunnen de juffen en de meesters een broodje eten. Terwijl de moeders, en volgens mij geen vaders tot nu toe gezien. Maar in ieder geval de moeders op het schoolplein op de kinderen let. En nou is er een jongen, groot fan, mijn grote vriend. Die heeft mij een vraag gesteld. Hoeveel schoenen ik heb en wat voor schoenen. Kai, let op grote kerel. Want ik heb namelijk altijd tijdens mijn pleindienst mijn sportschoenen aan. En toen had hij op een gegeven moment gevraagd wat ik nog meer aan heb. En dat snap ik. Want alleen maar mijn sportschoenen aan, dat heb ik niet. Dit zijn al mijn schoenen. 32 in totaal. Ik heb een aantal gewone laarzen. En dan heb ik gewoon vooral heel erg veel pumps.
deze en die ernaast zijn toch wel echt mijn favoriet. Plus de paarse. Dus als ik niet op het plein ben voor mijn pleindienst, dan heb ik vast een van deze schoenen aan. Mocht jij nou een keer een vraag hebben over iets, nou je ziet het, ik beantwoord het. Kai, ik hoop dat jij nu weet welke schoenen ik heb. Alles is over, alles is verhuisd, alles staat hier bijna op zijn plek. Er komen nog wat meubels. Ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar ik ga nog een klein toertje geven om te laten zien hoe het er nu uitziet. Maar later komt er een andere vlog met de tour waar het goed eruit ziet, want er komen nog meubels. De slaapkamers zijn nog niet helemaal af. Dus ik neem jullie even mee. De woonkamer. Met een dubbank. Uiteindelijk wil ik hierboven een hele mooie foto nog plaatsen. Van mij met de kinderen. Maar dat komt nog. Lekkere plantjes voor de ramen. Auto voor de deur. Perfect. Dan hebben we Daphne's slaapkamer. De bedden van de kinderen worden nog geleverd. Kinderen wouden graag kamperen, dus we hebben het oude bed niet meegenomen. De gordijntjes van Daphne hangen lekker. En een mooie kast. Zodra het bed er is, ga ik de kamer pas echt helemaal goed afmaken. Dan gaan we naar mijn kamer. Hele grote kledingkast. Met mijn paarse gordijn, of paarse muur. Gordijnen mis ik nog, die komen nog. Die heb ik besteld. En twee hele mooie wanddecoraties. Deze muur, ja. Van de trappelgang naar zolder ga ik te zijner tijd nog even verven. Want het is een mooie kleur, maar niet voor in mijn huis. En dan hebben we de Feyenoordkamer. Mooi dekbed. De bakken worden nog even aangepast, want het moet natuurlijk wel even in het rood. Of in het rood met zwart. Hele mooie lijn. Gordijntjes. Nou, hier om het hoekje komt dan straks een bureau. Dus die is er nu ook nog niet. Dus daar is gewoon echt het wachten op. Bed komt ook later. En dan kunnen we hier een heel mooi postertje ophangen. Dus ja, dit is Larselet. Jullie hebben een klein beetje een toertje gehad. Een klein beetje kunnen zien hoe het is. Maar het is nog niet af, dus dat komt nog. En voor nu heel erg bedankt dat jullie weer gekeken hebben. Ik wil in ieder geval iedereen die mij geholpen heeft, op wat voor manier dan ook, met deze verhuizing 1000 maal danken. Ik ben echt heel blij met jullie. Ja, ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal. Of op ons kanaal. Maar goed, Lars en Daphne zijn er nu niet. Die hebben vakantie en die zijn een weekje bij hun vader. Doe een duimpje omhoog bij de video. Je mag altijd een reactie onder in de video laten. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie van mijn huis vinden tot nu toe. Want het is nog niet af. En dankjewel. Tot de volgende keer!